Vrienden, ik heb al heel veel noodkreten gehad uit Ter Apel. Ja, van mensen die zeggen, het is hier niet meer te doen. Maar dit keer heb ik een privébericht gehad van iemand. En dat gebeurt regelmatig. Mensen die mij gewoon schrijven. Maar dit keer is het van binnenuit, vrienden. Van binnenuit het AZC in Ter Apel. Ja, van een beveiliger die daar werkt. En die zei aan mij, ja, beste Harry, ja, ik wil graag even een boekje open doen over Ter Apel. En dan zegt hij gewoon, dit weekend hè, is er een gijzeling geweest. En tevens ook een steekpartij, zegt hij. Van de week vonden ze een telefoon met terroristische beelden erop. En wat denk je, er wordt niks mee gedaan. Dat schrijft hij. Ja, het is een heel lang verhaal. Ik pik er gewoon maar een paar dingetjes uit. Het is echt schokkend, vrienden, wat ik gelezen heb. En het is veel erger dan wij weten en dan wij denken. Nou goed, hier gaan we. Hij schrijft dan bijvoorbeeld, ik voel me ook niet meer veilig, zegt hij. Ja, dat is ook wel heel erg voor een beveiliger om dat te moeten zeggen. En hij zegt, er zijn mensen die zijn uitgeprocedeerd en die kunnen dan elke keer na 3 dagen zich opnieuw registreren. Ja, als nieuwe vluchteling, zegt hij. En dat doen ze dan bij de IND. En hierna mogen ze dan weer het proces in. Sommigen hebben het dossier zo dik als een telefoonboek. En denk maar niet dat ze het land worden uitgezet. Hij zegt sterker nog, ze krijgen gewoon weer een paar jaar een kamer, een moneycard en gratis eten 3 keer per dag. Dat is wat hij schrijft. En dan gaat hij nog even verder. Dan zegt hij, het COA weigert om asielzoekers hard aan te pakken. Asielzoekers die de fout in zijn gegaan. Dus de politie doet niks en weigert aangiftes op te nemen. Ja, ze staan erbij en ze kijken ernaar, schrijft hij. Crimineel gedrag wordt niet eens bestraft. Hij zegt, na het stelen uit een winkel krijgen ze een lift terug naar het COA van de politie. En hij schrijft ook, we hebben heel veel veelplegers en die hadden al lang het land uitgemoeten. Dat staat er. Mijn werk heeft geen zin, zegt hij. Je lost incidenten op en houdt mensen aan en vervolgens gaan ze weer vrij uit. Er gebeuren hier, en dit vond ik het allerergste, er gebeuren hier hele erge incidenten. Hij zegt, er wordt gedeeld, gevochten, verkracht, er zijn gijzelingen en martelingen. Dat speelt zich allemaal af in dat AZC. En hij schrijft, het COA doet er alles aan om al die dingen niet te vervolgen en probeert zoveel mogelijk weg te moffelen. Ja, vrienden, en dan schrijft hij ook nog, het zijn alleen maar alleenstaande mannen. Ja, 80% ongeveer. En die hebben overal lak aan. Dat schrijft hij. Nou, vrienden, ja, ik vind het heel erg schokkend, dit hele verhaal. Ja, en ik kan alleen maar zeggen, de politiek heeft zo lang weggekeken en er zo lang niks aangedaan. Jongens in Den Haag, doe er wat aan.